Hoeveel vrouwelijke kunstenaars kun jij opnoemen? Cultuurcollege. Vrouwen in de kunst in 1 minuut. Do women have to be naked to get into the Met Museum? Dat is de inmiddels beroemde slogan van de Guerrilla Girls. Zij constateerden begin jaren 80 dat minder dan 5% van de kunst in Amerikaanse musea gemaakt is door vrouwen, terwijl zij op 85% van de naaktschilderijen staan. Flash forward naar Nederland. Hier is vandaag de dag zo'n 13% van de kunst in musea door vrouwen gemaakt. En dat is best wel weinig, zeker als je bedenkt dat meer dan de helft van de studenten aan de kunstacademie vrouw zijn. Directeur van Museum Arnhem, Lisbeth Brandt-Korstius, was een pionier op dit gebied. Zij zorgde ervoor dat vanaf 1982 minstens 50% van de kunstaankopen en tentoonstellingen bestaan uit werk van vrouwelijke kunstenaars. Ondanks veel weerstand destijds heeft haar visie en vastberadenheid gezorgd voor een van de meest diverse kunstcollecties van Nederland. Wil je meer kunst van vrouwelijke kunstenaars bekijken? Bezoek vanaf 28 april de tentoonstelling Museum of Memory in Museum Arnhem. Waarschijnlijk komen deze zelfportretten hier wel bekend voor. Maar weet je ook wie dit is? Cultuurcollege. Twee bijzondere werken van vrouwelijke kunstenaars in 1 minuut. Heel gebruikelijk voor mannen in de kunstwereld, een zelfportret. Maar voor vrouwen veel minder vanzelfsprekend. Charlie Torop deed het wel. En zij plaatste zich met haar ruim 25 zelfportretten in het rijtje van beroemde mannelijke kunstenaars zoals Rembrandt en Van Gogh. Hier zie je het zelfportret Villefranche. Een realistisch schilderij. Zo maskeert zij bijvoorbeeld haar rimpels niet. Ze kijkt je strijdbaar en zelfverzekerd aan. Sprekend voor hoe Torop zich als vrouw voortbewoog in de door mannen gedomineerde kunstwereld. We gaan naar een ander bijzonder kunstwerk van vrouwelijke hand. Wasvrouwen van Anneke van der Veer. Voordat de wasmachine werd uitgevonden in de jaren 50, werd alle was met de hand gedaan in washuizen. Deze tijdrovende klus werd vaak afgebeeld door beroemde schilders als een hele gezellige, ongedwongen aangelegenheid. Van der Veer toont in haar werk een meer waarheidsgetrouw beeld. Zware arbeid van wasvrouwen in sobere ruimtes. Bekijk deze twee werken dit najaar in Museum Arnhem. Doet dit beeld je ergens aan denken? Hieraan misschien? Cultuurcollege. Het werk van Angèle Etoundi-Essamba in 1 minuut. Fotografe Angèle Etoundi-Essamba wil het clichébeeld in de media van de zwarte vrouw als afhankelijk, passief en exotisch doorbreken. Essamba toont hen in haar werk juist als trotse, sterke en onafhankelijke figuren. Haar Renaissance-serie met werken als Renaissance de Florale en Noblesse de Coeur zijn hier een mooi voorbeeld van. Deze serie ontstond na Essamba's studie kunstgeschiedenis, waarin zij zich verdiepte in de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst. In deze serie laat zij haar modellen poseren zoals op de 17e eeuwse portretschilderijen van beroemde Hollandse meesters. De vrouwen dragen zelfgemaakte moderne versies van de toen heersende klederdracht onder de elite, zoals indrukwekkende hoofddeksels en de flamboyante kragen. De modellen eisen met hun sterke poses deze attributen op en laten hiermee zien dat deze niet langer enkel aan de elite voorbehouden zijn. Deze fotoserie kun je vanaf 28 april bewonderen in de tentoonstelling Museum of Memory in Museum Arnhem.